Ik zie op de range jullie vaak met de camera lopen van je telefoon en jezelf filmen. Perfect. Je kunt altijd bepaalde posities checken. Maar heb je ooit alleen eens je camera achter jou geplaatst? En waarom doe ik dit? Wel, voor het volgende. Dus nu staat de camera, hello by the way, achter mij. En ik ga eens kijken hoe dat mijn staartbeen werkt in de backswing. En wat zie je? Ik ga het in slow motion doen. Mijn staartbeen gaat naar links. Dus ik zal een bal slaan en dan kun je het heel goed zien. Dat mijn heupen op de juiste manier werken. Nu de reden waarom. Heel vaak hoor ik deze opmerking. Ik moet meer achter de bal zijn. Nee, je moet boven de bal zijn. In een full swing is er maar één club waarbij ik achter de bal blijf, dat is mijn driver. Maar alle andere slagen waarbij de bal op het gras ligt, wil ik naar beneden slaan. En daardoor is mijn positie heel centraal. Dus in mijn backswing is het normaal dat ik meer voel dat ik op deze been ga hangen. Nochtans is er meer druk rechts. Maar dit is de manier om de grond op de juiste manier te gebruiken. En dat geeft heel veel snelheid. Learning golf can be fun.